beginnen nu met de live persconferentie. Kan ik je voor start zijn? Ja. Kunnen we, Timo? Timo? Ja, ga je maar. Hartstikke mooi. Ja, we hebben een korte, doch belangrijke mededeling te doen vandaag. Wij zijn met Marinus Dijkhuizen overeengekomen dat hij de nieuwe trainer van Cambuur wordt. En wel voor de duur van één seizoen. De staf is daarmee compleet. Sip de Hulshoff, assistent van Marinus, René Ponk, keeperstrainer en Jan Bruin. En dat is eigenlijk de mededeling voor nu. Belangrijk is dat we nog niet weten in welke divisie het is, hè, of het eerste of eerste divisie is. Dus na vandaag willen we ook alle focus weer hebben op de play-offs. Want we hebben nog veel te winnen met elkaar. Daarom hebben we besloten om nu toch met dit nieuws naar buiten te komen. Zodat we de komende weken weer volop de play-offs in kunnen. Marinus, welkom. Zijn daar vragen over? Wat heeft jullie doen besluiten, Gerald, om voor Marinus te kiezen? Nou, zoals het voortraject aangekondigd, we zochten iemand die paste in de huidige situatie bij Cambuur. Die jonge groep trainers. We hadden met Arne en Sipke een goede staf. Waar we van hebben aangegeven graag mee zouden doorgaan. Dat is niet gelukt, omdat soms mensen het hoger opzoeken. Maar we hebben wel gezocht om iemand daar weer bij te zoeken die daar in dat profiel past. Bij voorkeur ook nog iemand die de clubcultuur enigszins kent. Ik heb toch wel positieve en negatieve ervaringen mee gehad de afgelopen jaren. Dat zijn denk ik de... We hebben daar meerdere gesprekken over gevoerd, zowel met Marinus, maar ook wel met andere trainers. Ik denk dat we daar... we hadden wat kiezen, we hebben goede varianten gehad. Maar we hadden bij Marinus een heel goed gevoel. Voetbaltechnisch, inhoudelijk, naadloos aansluit bij... Ja, zeg maar de lijn Sipke, Anne en daarvoor Marcel Keizer, zeg maar, die voetbalvisie. En dat sprak ons enorm aan. Dus dat is de reden. Cambuur speelt volgend seizoen weer in de Eredivisie. Hoeveel krijgt Marinus te besteden? Nou, Marinus krijgt niks te besteden, maar wij hebben... dat vraagt zijn vrouw misschien wel aan Marinus, maar wij... we zijn een relatief gezonde club. We hebben niet zoveel schulden meer. Dat hebben we het afgelopen jaar flink weggewerkt. Dus we kunnen wel, zeker in de Eredivisie, hebben we wel weer een prima budget, denk ik. In de eerste divisie zal het, hoop ik dat we het budget op peil kunnen houden. Hoewel de club daalt in begroting vanwege het wegvallen van wat degradatievergoedingen die we nu nog hebben. Proberen we er wel alles aan te doen om het spelersbudget voor het komend jaar op het niveau van dit jaar te houden. En in de Eredivisie zal dat nog wel weer fors toenemen. Mag hij een paar miljoen aan besteden in de Eredivisie? De vraag is dat meneer Dijkhuizen een paar miljoen mag. Maar een paar miljoen mag ik besteden, hoor ik hier. Ja, dat zoeken we nog. Maar niet voor jou nog? Niet voor mij nog. Nee. Een paar is twee. Nee, we blijven nog steeds de club die we zijn. En daar hebben we echt dat we niet meer een paar ton winst hoeven te maken per jaar, wat we de afgelopen jaren wel moeten doen. Dat is wel de winst die we nu hebben, zeg maar. Maar het blijft bij ons natuurlijk schrapen in verhouding tot de grotere clubs. Maar we zullen nog steeds creatief moeten zijn en dat is ons altijd gelukt. Dus daar maak ik me geen zorgen om. En ik denk dat Marinus ook bij Excelsior daarmee om heeft moeten leren gaan. Dus. Jullie hebben contract gesloten voor één jaar. Er zit geen optie op voor volgend jaar. Helemaal niks van één van beide partijen. Nee. Waarom is dat? Waarom is het echt één jaar geworden? Nou, daar hebben we wel over gesproken. Met allerlei varianten die er te bedenken zijn. En uiteindelijk gezegd van we doen het gewoon voor één jaar. Als het goed gaat, dan zitten we zo weer om de tafel. Dus dat is geen enkel probleem. Dus, nee. Marinus, ben je blij verrast? Ja, wat is het gevoel? Ik zal even de microfoon voor je klaarzetten. Ja, omdat ik weet dat het niet. Ja, die doet het niet. Wat is het gevoel
wat bij jou overheerst? Is het een beetje het gevoel van thuiskomen wel elkaar? Nou ja, intens gelukkig wel. Ik heb het nooit onder stoel of bank gestoken, dat ik graag je ooit hoofdtrainer zou willen worden. Ik ken allemaal het verleden dat ik hier twee maal heb mogen voetballen. Mijn mooiste voetbalperiode in zeker de eerste periode gehad. En op een of andere manier altijd verbinding gehouden met deze club. Met mijn vrouw kom ik ook uit Leeuwarden, maar ook wel, ja, ik ben met mijn amateurclubs ben ik bijvoorbeeld op trainingskamp gegaan naar Leeuwarden. Mijn gezellige party ging mijn vrienden het regelen hier zo, zeg maar. Dus ik heb altijd binding gehouden op een of andere manier. Dus dat voelt erg goed, moet ik zeggen. Je bent voortijdig ontslagen bij NAC Breda. Had je dan ook het gevoel dat je wat beschadigd was? Dat je dacht van, oh jee, ik kom misschien op korte termijn door deze affaire niet weer snel aan de bak? Nou ja, ik wou in eerste instantie ook niet gelijk aan de bak. Dus dat ik wou gewoon even afstand nemen voor mezelf, want dat is inderdaad hard aangekomen. Vooral op menselijk vlak. Maar ik moet zeggen, het is me niet tegengevallen de laatste paar maanden. Toch een aantal clubs waar ik mee gesproken heb. Dus dat viel niet. Ja, natuurlijk ben je bang, hè, als je ontslagen wordt van nou, hoe moet het nu verder? Maar ja, de afgelopen maanden heeft wel gebleken dat ik toch nog wel redelijk in de markt lig. Dus dat viel ik niet tegen. Nee, je had dus wat te kiezen. Je hebt bewust voor Cambuur gekozen omdat dat toch de club was die eruit sprong? Ja, voor mij duidelijk. Hè. Veel gesprekken gevoerd, of veel, ook wel de laatste paar jaar natuurlijk met andere clubs. En als ik dan vooral spreek met deze twee heren, het eerste gesprek was inhoudelijk echt, stak er voor mij wel bovenuit in vergelijking met andere clubs. En daarna heb ik een heel goed gesprek met Sipke gehad. En uiteindelijk ook nog één op één met de voorzitter, een heel goed een lang gesprek gehad. Dus dat was een hele gedegen, rustige procedure. Ja, waar we eigenlijk wel heel snel het vertrouwd voelden, ondanks dat ik eigenlijk niet heel goed deze heren ken. Dat voelde van alle kanten goed, dus dat was wederzijds gelukkig. Ja. En ja, ik zei al, het is een jaar, dat is wat jou betreft ook oké. Je had niet behoefte om wat langer zekerheid in te hebben. Ja, je ziet wat de laatste paar jaar gebeurd is met mij, maar ook hier, gaat de foto's maar na, hoe snel het is veranderd. Dus het is zo op de niets tegenwoordig geworden, dus dan is de keuze van een jaar prima. Wat Gerard al net zei, ja, een verlenging is heel makkelijk en snel geregeld eventueel. Nadat bekend was geworden dat Sipke als assistent verder zou, werd ook wel duidelijk dat hij wel, laten we zeggen, gedegen mee zou praten in deze hele procedure. En dat er ook qua voetbal, over hoe ga je voetballen en hoe wil je voetballen, wel een duidelijke lijn is uitgezet. Heb je daar heel intensief met Sipke over gesproken? Ja, ook duidelijk. Hè. Dat betreft vind ik de dingen die al heel goed gaan, die moeten we sowieso meenemen in het nieuwe seizoen. En dat past ook binnen mijn visie. Dat was ook duidelijk een voorwaarde voor de mijn aanstelling en dat past goed bij elkaar, dus dat die lijn zal zeker doorgetrokken worden, want ik vind dat ze het zeker doen, Sipke met Arne. Ik hoop ook van harte dat ze promoveert in de vier play-offs, dat zou ik geweldig vinden. Dus wat dat betreft gaan we die lijn doorzetten volgend jaar. Ja, hoe moet ik me dat dan voorstellen, het kan twee kanten op, je kunt nog Eredivisie spelen volgend jaar, ja. Kan ook Eredivisie zijn. Wordt jouw contract dan anders of zo? Hoe gaat zoiets eigenlijk? Ja, dan krijg ik automatisch opslag inderdaad. Ja, dat zou, nou ja, je vertaalt het niet zelf. Ja, nee, maar zo werkt een contract. Hè. Dat is logisch. Clubs als Excelsior, Cambuur, die moeten altijd met twee scenario's rekening houden. En dat is alleen maar goed, want sommige clubs laten zich daardoor verrassen als ze in één keer degraderen. Maar deze club niet, dus dat houdt automatisch een ander budget in. En ik heb het natuurlijk zelf ervaren. De Eredivisie is een veel mooier podium dan die publiek. Dus als ze dat voor elkaar kunnen krijgen, dat zou altijd top zijn. Gerard, nog even terug naar jou. Ik begrijp dus dat Marinus niet de enige kandidaat was. Dat is ook vrij voor de hand liggend, lijkt mij. Je wilt je goed oriënteren. Met hoeveel trainers hebben jullie eigenlijk heel concreet gesproken? Dat je zegt, van, nou, die zitten echt lekker in de procedure. Een drietal trainers. En toen was het eigenlijk heel snel klaar of zat er nog iets in van, hey? Nee, we hadden wel, denk ik, met Art het eerste gesprek gevoerd, wel gelijk het gevoel van, nou, het voelt eigenlijk wel goed. Dus de inhoud wel heel erg overeenkwam met zoals we dat, zoals wij dat zien. Dus dat, moet zeggen, alle drie zou ik het aangedurfd hebben. Dit beviel het beste. Ja, want jullie hebben wel de lijn uitgezet. Je hebt het ook niet onder stoelen en banken gestoken. Het moest een jonge trainer zijn die past bij de manier van voetballen bij Cambuur. Marinus is geloof ik 45, hè? Ja, heel goed. Dat, ja, oké. Okay. Dat past, hè? Ja, dat past. Ik
ben zelf ook nog jong en ik ben 44, dus dat, daar past het ook bij. Nee, maar het gaat ook om dat we de manier over hoe je, er zijn ook heel veel oudere mensen die heel gezond over voetbal denken. Dus het ging met name over de vernieuwende kijk op het voetbalspelletje. Ja. We hebben hier intern wel het begrip trechtervoetbal wordt wel eens geroepen rondom Cambuur. Maar ja, dat heeft ook voordelen dat de bal bij ons veel in de as blijft. Nou, dat vind ik wel, daar hebben we ook de selectie op samengesteld, dus we hebben ook niet meer die selectie is daarop samengesteld, dus je moet daar ook wel mee door, zeg maar. Dus daar moet ook een trainer bij die zo denkt. Ja. Het hoeft niet per se jong of ouder zijn, maar wel een jonge visie op voetbal. En ik denk dat zo is. We zijn tegenwoordig ook veel met data wel bezig, we scouten ook wel veel met een data-analyse, we bekijken ons ook onze eigen wedstrijden veel meer vanuit een wat meer schematische blik. Hoe vaak heb je balbezit waar? Welke passes mogen wel en niet gebeuren binnen bij ons en bij je tegenstander? Nou, dat zijn wel manieren waar steeds meer naar gekeken wordt. En ik denk dat Rienus daar bij Brentford ook veel mee te maken heeft gehad. Maar die dingen zijn wel belangrijk voor onze manier van werken. Als ik het niet mis heb, maar Rienus, ben jij bij Brentford puur op data aangetrokken? Hè? Jullie kennen elkaar nauwelijks. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik was in eerste instantie was ik kandidaat op basis van data inderdaad. Bij een van de vijf was het op dat moment. En hebben ze mij inderdaad rechtstreeks met naam over het KNVB ook meedraaien. Ja, daarna is vooral gekozen op voetbalvisie op dat moment. Dus dat was een onderdeel, maar niet puur, absoluut niet puur. Nee. Oké, ik heb geen vragen meer, dankjewel. Hoe denk jij als trainer en wat gaan we straks zien op het veld? Hier van deze club, die wij niet ingezet hebben, wordt puur vanuit voetbal gedacht. Dus worden ook echt spelers gehaald. Ja, natuurlijk als spelers die goed voetballen, maar ook technisch gezien, vooruit aanvallend. Wat we hier graag willen zien, het publiek, wat ik zelf graag speel. Ik ben altijd spits geweest, dus ik hou graag van aanvallend voetbal. Dus denken zo en dat blijft volgend jaar hetzelfde. Marinus, hoe kijk je naar het huidige Cambuur? Hoe ze het doen en wat valt je op? Wat vind je goed? Nou, ik vind dat ze heel goed kunnen variëren in tactiek. Dat vind ik sterk. Ik heb ze zelf live gezien voor de beker tegen Utrecht. Waar ze de eerste helft toch veel initiatief weggaven. De tweede helft veel meer initiatief namen. En daar ook veel beter in de rest kwamen en uiteindelijk ook wat terecht wonen. Dat was knap. Zeker in de voorbereiding naar mijn sollicitatie heb ik een aantal wedstrijden bekeken op scherm. Ja, er zit echt een gedachte achter. Graag de bal lang centraal houden. Veel loopacties in de diepte centraal. Wat minder vanuit de voorzet. Duidelijke hand. En, ja, het scoort natuurlijk ontzettend makkelijk. Dus het is heel aantrekkelijk om naar te kijken. Dus dat is goed te zien. Zie je ze ook als favoriet voor in de play-offs van promotie? Ga jij die kans in? Nou ja, het is natuurlijk nog. Ze maken een goede kans. Want ze is herkenbaar. Ik heb een Excelsior meegemaakt. Dat we derde eindigen. En ook in een hele goede flow zaten. Dus dat is altijd extra lekker. Je bent altijd wel een beetje afhankelijk van het schema. Dat we eigenlijk bij XC wat minder tegenstander. Vorig jaar ben je ook de finale gespeeld met NAC. Ja, dan zaten we tegen Willem II. Dan weet je van tevoren al dat je kansen wat minder groot zijn. Ja, nu is het een beetje nog niet helemaal duidelijk wie het gaat worden. NEC, Sparta, Roda kan het zelfs. Maar ik vind wel dat ze een goede kans maken. Ga je klank worden met de huidige TS? Omdat je dan dit hoofdstukje ervaring hebt in de playoffs. Ja, ik heb kort contact gehad natuurlijk afgelopen tijd met Zipke. Maar ik ga nu daar me totaal niet mee bemoeien. Dat lijkt me geen goede zaak. Want we hebben het prima voor elkaar. Je moet daar afstand van houden. En dus, ik zal zeker achter het scherm al aan de slag gaan. Met Gerard, maar niet, zeker niet richting zelf. Nee. Verder niet. Je hebt wel weer één opeens tijd. Ja. Ja, dan sluiten wij hier bij de persconferentie en gaan we met wat individuele gesprekken. Marien is natuurlijk beschikbaar en ik en Arto. En dan op naar de MVV uit. Ja. Heel graag voor de radio. We staan hier voor de persconferentie. Bedankt voor het kijken. Yes. En Gerard ook.